tijd krijgt om zoveel mogelijk punten te scoren. Oftewel, we gaan ervoor, dit zijn zijn voorgangers. En dit is de tussenstand op dit moment. Leo Alkmaar nog steeds torenhoog bovenaan. 26 punten, de dag van zijn leven. Hij twittert ook iedere week. Succes aan mijn tegenstanders, maar ik blijf toch bovenaan. Daaronder Thijs van der Brink, Siep van de ploeg, Figo Waars. En vorige week was het niet al te best gesteld, maar hij is wel gelukkig in de rest van zijn leven, zei hij. Eddie Zoe, 11 punten. Ja, en dat is toch heel belangrijk. Boven de 26 moet je dus halen. Thijs, jij bent voetballer geweest. Althans, je bent trouwens nog steeds in de zaal. Wat is je kracht? Ik was altijd heel goed in tegenstanders gele kaarten aansmeren. Nou, dat gaat iets in de individuele sport, zoals je ook gewend bent bij wielrennen. Wat is je tactiek nu? Die bal tegen de juiste vakjes schieten, oké? Ik heb 2 ballen, dus let op. Klaar voor? Yes. Leg hem neer. Thijs, je mag het met je handen doen, hè? 3, 2, 1. Yes, go! Goed. Netjes, 2, 3. 90 seconden heb je de tijd, hè? Prima. 5, 6, 7. Gaat lekker. Hij heeft makkelijke vakjes trouwens. Rechtspootje. Nu gaat hij omhoog. Nee. Oh. Makkelijk hoor. Keurig. Hij doet ook heel relaxed, hè? Ja, is netjes. Goed. Hoppatee. Ja, ik snap het wel. De bovenste. Hij weet hoe het is. Lekker. Tijd. Beheerst. Hop. Hop. Ja, hij is rustig, hè? Hij is veruit de rustigste. Hij is cool, hè? Hij maakt zich niet druk. Nou, weet jij wat je daar moet doen, Arnold? Goed. Die gaat iets sneller. Oh, netjes. Een half minuutje. Nog een keer. Laat tijd. En de volgende hier beneden. Onderin, bakkie. Goed. Lekker Thijs. 10, 9, 8, 7. Nog een keer. Yes. Even kijken. Oh. 23? Ga je dit schudden? Nee? Thijs, toch niet? Nou ja, 26 was het meeste, toch? Ja, inderdaad. Maar je was wel heel, heel rustig, heel relaxed. Nou, Lennon, waar is de dopingcontrole? Dopingcontrole van Thijs? Ik heb niet het idee dat hij gezweet heeft. Jij mag trouwens straks ook weer in actie, Arnold. Oh, lekker. Prima. Dat had hij 24, toch? Ja. Ja, goed gedaan, hoor. Jawel, ik vind het ook. Hij heeft het wel goed gedaan. Goed. Zo dadelijk gaat uiteraard een deelnemer uit het publiek ook proberen om het beter te doen dan...